welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik nieuwe make-up van Pixie uittesten. Ik kreeg gisteren echt een super, super groot PR-pakket van Pixie binnen. En ik dacht, dit zijn echt de leukste paletjes ever. Het is de nieuwe Pixie Pretties collectie van 2021. Elk jaar komen ze uit met zo'n collectie. En het zijn 4 paletjes. 1 lippaletje, 1 contourpaletje, highlighterpaletje en een oogschaduwpaletje. Zo'n Pixie Pretties collectie maken ze elk jaar. En elk paletje is in samenwerking met een influencer. Dus ook dit jaar hebben ze weer 4 influencers die dus allemaal 1 paletje hebben gecreëerd. En ik dacht, ik ga hiermee gewoon een full face maken, want het zijn echt 4 verschillende paletjes. Ik vind het ook heel fijn dat ze niet gewoon 4 oogschaduwpaletjes hebben uitgebracht, maar echt 4 verschillende paletjes, want daar heb je echt gewoon veel meer aan. En aangezien ik Pixie echt een fijn merk vind, zowel qua make-up als skincare, dacht ik, ik ga deze hele collectie gewoon vandaag testen samen met jullie. Pixie is by the way gewoon te koop bij de makeupspot.nl, gewoon hier in Nederland, mocht je dat nog niet weten. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, jongens, check even dit pakketje. Het is echt huge. Oh my god, het is ook echt best wel zwaar. En dan als je hem zo openmaakt. Oh my god, ik ben echt zwaar aan het struggelen. Oh my god! Oké, het is gelukt. Oké, dit zijn dan alle 4 de paletjes, zoals je kunt zien. En allemaal dus met influencers. Kijk, hier aan de zijkant zie je alle influencers. Superleuk. Ik ken er 3 van de 4. Dus eentje niet, maar de 3 andere ken ik wel. Dus deze paletjes gaan we vandaag gebruiken. Oh my god. Oh, dit is echt het grootste pakketje ever. Oké, ik ga ze even allemaal eruit halen. Oké, jongens. Dit zijn dan alle 4 de paletjes. Ik ben echt zo benieuwd naar de kwaliteit. Ik ben altijd best wel gewoon blij met de kwaliteit van Pixie. En ze zijn altijd best wel consequent. Dus dat vind ik wel fijn. Even kijken. Met wat gaan we nou beginnen? Het oogschaduwpaletje ziet er ook echt prachtig uit. Heel veel neutrale kleurtjes. Pixie heeft heel veel neutrale oogschaduwpaletjes. Het is niet echt een merk dat echt bekend staat om heel felle make-up of zo. Het is best wel een neutraal merk. Ze brengen heel vaak paletjes uit met meer, wat meer draagbare neutrale kleurtjes en zo. En dat is echt helemaal prima. Dus dit paletje ziet er zo ook weer uit. Oké, ik denk dat ik ga beginnen met dit cream paletje. Want dit is het enige cream paletje. De rest is poeder. En dit is een lip en blush paletje. Dit is de Pixie X Louis Row Cream Rouge Palette. Dus dit zijn allemaal creams. En je kunt ze dus gebruiken voor zowel je lippen als je wangen. Dus hier ben ik wel benieuwd naar. Toen ik hem voor het eerst zag, ik dacht echt gelijk, oké, een lippaletje. Maar er staat ook echt bij dat je hem ook kunt gebruiken voor je wangen als een soort van cream blush. Dus dat wil ik gaan proberen. Louis Row is de enige influencer die ik niet ken van heel deze collectie. Hier achterop staat ook een foto van de influencer met een kleine tekst erbij. En er staat bij Creamy Deliciousness. Het is in het Engels, maar ik zal het even vertalen. Er staat dat ze deze kleuren heeft gecreëerd voor de lippen en de wangen. En dat dit alles is wat je nodig hebt in 1 paletje. Oké, nou ja, we gaan het gewoon proberen. Het is een best wel groot paletje. Dat is wel fijn. Het is niet zo heel klein of zo. En dit zijn alle kleurtjes. Er zijn dus echt een heleboel kleurtjes. Je kunt de kleuren ook mixen op een paletje of zo. Als je gewoon een andere soort kleur wilt creëren. Het zijn hele mooie neutrale kleurtjes. Maar ook veel rode, donkere kleurtjes. Ziet er allemaal echt heel mooi uit. En ik wil hem dus gaan proberen nu gelijk als cream blush. Ik heb nog niks op mijn gezicht. Dus ik ga even mijn basis leggen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, mijn basis zit erop. Foundation, concealer en cream contour. En that's it. Ik heb dus nog helemaal geen poeder of zo aangebracht. Want ik wil nou een van deze kleurtjes gaan aanbrengen als cream blush. Ik weet alleen niet zo goed welke, voor welke kleur ik wil gaan. Ik denk dat ik voor deze kleur hier ga. Die is een beetje een soort van donkere roze kleur of zo. Ik denk dat ik gewoon hier een beetje van pak. Oeh, die kleur lijkt heel mooi. En dan gewoon zo een beetje aanbrengen op mijn wangen. Ik hoop gewoon dat het heel creamy is en gewoon lekker makkelijk uitblendt. Ja, de kleur is echt prachtig. Ja, het blendt echt goed uit. Ik breng even wat meer aan, want jullie weten, ik hou altijd van heel veel blush. Het is echt super, super creamy. Ik had ook gezien in een YouTube video dat iemand cream blush uitblendde met zo dit deel van haar hand. Dus dat ga ik ook proberen. Ze zei dat dat veel makkelijker en sneller gaat dan zo met je vingers. Dus dat ga ik ook gewoon proberen. Wauw, kijk hoe cute dit eruit ziet. Echt super mooi.
Het is ook niet heel erg nattig, zeg maar. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het is niet heel dewy. Het heeft een beetje een naturel finish. Het droogt niet mat op of zo. Dat niet. Dus je moet wel afpoederen. Maar voor de rest, ik vind het wel echt heel cute. Ik ga gewoon die kleur ook even aanbrengen op mijn lippen. Kijk hoe cute dit mij heeft gemaakt. Ik vind het echt prachtig. Het blende ook lekker gewoon makkelijk en snel in en zo. Het droogde niet heel snel op of zo. Je hoeft niet snel te werken. Je kunt het gewoon echt op je gemakje doen. Dit is echt ideaal. Ook voor visagisten. Omdat je dus allemaal kleuren kunt gaan mixen en zo. En je zo gewoon de perfecte kleur hebt voor elke huidskleur. Echt, I love it. Heel mooi dit. Ik ben blijer met dit paletje dan dat ik had verwacht. Oké, het volgende paletje die ik wil gaan gebruiken is dit contourpaletje. Dit is het Pixie X Promise Shape Shifter Palette. En dit is een contourpaletje in samenwerking met Promise. Of hoe ze ook heet. Ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek. Maar haar ken ik wel. En er staat dat ze dit paletje heeft gemaakt om het beste te halen uit je gezicht. En om een mooie gecontourde goddess te worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zij maakt echt prachtige looks. Zij is echt heel erg goed in zichzelf transformeren in andere mensen en alles. Dus echt wat zij doet met make-up is echt amazing. Dus dat zij een contourpaletje heeft uitgebracht is ook echt vanzelfsprekend. Dus we gaan even kijken wat we kunnen doen met dit paletje. Ook weer echt een best wel groot paletje. En je hebt hier allemaal matte kleuren. En dan deze twee kleuren zijn twee glanzende kleuren om mee te highlighten. Of als oogschaduw of whatever you want to do. Ik zie hier al gelijk deze twee lichte kleuren. Ik denk dat ik die even wil gaan gebruiken om mijn gezicht te zetten. En dan vooral overal waar ik concealer heb gedaan. Ik denk dat ik voor deze kleur hier ga. En dan pak ik gewoon zo een beetje van die kleur. En dan ga ik hiermee mijn gezicht zetten. En dan wil ik ook nog ingaan met deze hele lichte kleur. En die breng ik nog extra hier aan onder mijn ogen om het hier zo mooi te verlichten. Wow, dit ziet er heel mooi uit. Het heeft mijn gezicht echt heel mat gemaakt. Oké, dit ging echt top. En dan ga ik mijn gezicht contouren. Je hebt dus echt een heleboel verschillende contourkleuren. Echt ideaal voor elke huidskleur. Bijvoorbeeld de kleur hier zou geweldig zijn voor een hele lichte huidskleur. De kleur hier voor een hele donkere huidskleur. En de drie andere kleuren voor een beetje medium huidskleuren. Ik ben een beetje aan het twijfelen of ik deze of deze kleur ga gebruiken. Ik hou altijd wel van een heftige contour, dus ik gebruik altijd een best wel donkere kleur. Ik denk dat ik voor deze kleur hier ga, want ik vind die kleur iets te warm, dus ik ga voor deze kleur. En dan ga ik hiermee mijn neus en mijn wangen contouren. Ik denk dat ik de kleur iets te grijs vind. Hij blendt wel echt geweldig in en zo, maar ik vind hem een beetje grijzig. Ik denk dat ik beter deze kleur had kunnen nemen. Ik denk dat ik die er gewoon alsnog nog een klein beetje op doe. Oké, het blendt wel goed in. Alleen de kleur was niet echt helemaal geschikt voor mij. En ik krijg het nou ook niet meer echt gefixt. Dus ik ga het gewoon een beetje wegblenden. En dan gewoon laten voor wat het is. Het is gewoon een iets te grijzige kleur voor mij. Ik had beter in kunnen gaan met de kleur hier. Ik dacht weer dat die te warm ging zijn, maar kennelijk niet. Oké, los van dat ik gewoon de verkeerde kleur heb gebruikt, is het wel gewoon een fijne contourpoeder. Het blendt echt gewoon lekker in. Dus dat is wel fijn. Ik ga het gewoon nou eventjes laten voordat ik het nog verder verpest. En wat ik dan ook nog wil doen is een beetje bronzen met de kleur hier. Ik denk dat die mooi gaat zijn als bronzer. Hopelijk. Ik hoop niet dat ik weer een verkeerde inschatting maak. Dus ik pak een beetje van die kleur en dan ga ik daarmee gewoon mijn gezicht bronzen. Hopelijk is hij niet te licht. Oh, deze is echt heel mooi om mee te bronzen. Kijk hoe mooi het nou hier zo is gebronsd. Het is helemaal niet te licht ofzo. Dit is echt heel mooi. Kijk ook even hoe mooi die blush blijft. Ik heb nou al best wel wat poeders op die cream blush aangebracht. En je blijft de blush gewoon zien. Dat is echt amazing. Heel vaak heb je dan dat de blush een beetje wegvalt. Maar dat is nou echt helemaal niet het geval gewoon. Oké, dit paletje vind ik ook fijn. De highlight kleuren ga ik niet gebruiken. Want ik heb hier ook een heel highlighter paletje die ik eerst wil testen. Ik ga heel even wat fixing spray sprayen. Mijn MAC Fix Plus. Oké, dan wil ik ingaan met dit highlighter paletje. Dit is het Pixie X Makeup by Denise Mind Your Own Glow Palette. En dit is dus echt gewoon een highlighter palet met letterlijk 9 highlighter kleurtjes. Super mooi. En deze is in samenwerking met haar, Denise. En haar ken ik ook, want ik heb haar heel vaak voorbij zien komen op Instagram. En ze valt echt op met haar prachtige krullen. En ze heeft van die mooie bolle wangetjes. En ik vond dat echt super mooi. En er staat hier ook weer een tekst van haar. En er staat: don't let
anyone dim your glow. Dus laat niemand je glow verminderen. Vind jouw perfecte kleur in dit paletje. Het is een prachtig en veelzijdig highlighter paletje. En het is inderdaad veelzijdig. Want je hoeft het niet per se alleen maar voor highlighter te gebruiken. Je kunt het ook als oogschaduw gebruiken. Of voor op je lippen om een beetje een glow aan te brengen. Je kunt het gebruiken voor wat je wilt. En ook dit paletje is weer best wel groot. Alle paletjes zijn echt best wel groot. En het zijn echt prachtige kleurtjes. I love it. Ook die roze kleuren. Ze zijn zo mooi. Vooral op een lichte huid zou dit echt prachtig zijn. Oh my god. Ik ga er gewoon even een paar swatchen. Wauw jongens. Kijk even hoe dit eruit ziet. Echt heel erg mooi. Oh my god. Kijk dit jongens. Dit is echt prachtig. Ik kan niet wachten om het te gebruiken. Oké, ik ga hiermee mijn hele gezicht gewoon een glow geven. Ik denk dat de kleur die het beste matcht met mij deze kleur hier is. Of deze gouden kleur. Ik denk dat ik ze gewoon ga mixen. Ik ga de kleur hier mixen met de kleur hier. En ik denk dat dat heel mooi gaat zijn. En dan een beetje zo hier aanbrengen. Ja, het is echt heftig. Oh my god. Ik heb een highlighter paletje van Pixi ook in samenwerking met iemand. Oh, dit paletje in samenwerking met Rage Loves. En dit is echt het heftigste highlighter paletje die ik heb. Letterlijk. Deze is zo heftig en zo ontzettend mooi. Dus deze is ook echt prachtig. En het lijkt heel veel op deze formule. Dus dit ziet er echt prachtig uit. Oh my god. Kijk even hoe mooi dit is. Wauw. Als je niet houdt van een heftig highlightertje, dan is dit niet het paletje voor jou. Dat kan ik je wel zeggen. Dan wil ik ook een beetje hier een glow aanbrengen op de bronzer gedeelte. En daarvoor ga ik deze twee kleuren met elkaar mixen. De iets meer bronzer kleurtjes. En dan breng ik hier ook een beetje een glow aan. Och, dit is echt zo ontzettend mooi. Dan is het tijd voor mijn neus. Daarvoor ga ik deze kleur gebruiken. Dan ga ik ook een beetje hier highlighten. Wow, dit is echt heftig. Oh my god. Ik denk dat ik iets te veel heb aangebracht op mijn neus. Oké. Ik weet niet wat het vandaag is met mijn neus. Maar ik maak heel de tijd fouten als het gaat om mijn neus. Oh my god. Oké, dit is echt way too much. Maar maakt niet uit. We kunnen het gewoon iets minder maken zo met de spons. Altijd als je wat dan ook te veel aanbrengt, ga gewoon in met je spons. En dan wordt het altijd automatisch minder. Wat ik dan ook wil doen, ik weet niet of dit een fout gaat zijn, but I don't care. Ik ga het gewoon alsnog doen. Ik wil deze roze kleur pakken en dan heel lichtjes over de blush gaan om het een soort van glow te geven. Maar echt maar heel lichtjes jongens. En ik pak deze donkerdere roze kleur. En echt maar een heel klein beetje. Dan geeft dat zo de blush een soort van glow. Dat is echt heel erg mooi. Ja, kijk hoe mooi. Zie je dit nou hier zo? Die roze glow? Ja, en ik denk dat dit zo wel genoeg is. Ik denk dat ik zo wel mijn gezicht een genoeg glow heb gegeven. Nou, dit paletje vind ik ook echt fijn. Oh my god, het gaat vandaag echt goed. Mijn gezicht ziet er echt toppie uit. Ik kijk even hoe mooi dit allemaal is. Echt, alles is gewoon goed gegaan. Het is een beetje misgegaan met de contourkleur. Maar voor de rest is echt alles wel goed gegaan. Ik ben zo blij met hoe het vandaag gaat. Ik ga ook mijn make-up vandaag de hele dag ophouden. Dus ik was heel bang dat het niet goed zou gaan. En ik alles er weer af zou moeten halen. En me weer opnieuw zou moeten opmaken. Daar had ik echt absoluut geen zin in gehad. Dus ik ben blij dat het gewoon helemaal goed gaat. Mijn gezicht ziet er echt top uit. En dan gaan we nou beginnen aan de ogen. Ik heb hier het Pixi X Tina Young Tones and Textures Palette. Oh, ik ken haar ook niet. Ik dacht dat ik er 3 van de 4 kende. Maar ik ken haar ook niet. Ik weet niet of iemand haar kent. En er staat hier dat zij al haar fave kleuren in dit veelzijdig oogschaduwpaletje heeft gedaan. En dat het perfecte paletje is voor elke gelegenheid. Of je nou gaat voor een natural look of een face look. Dit paletje heeft alles voor jou. En daar ben ik het ook wel mee eens als ik er zo naar kijk. Zij is een beauty en lifestyle content creator. En ze staat bekend om haar YouTube series Tina Tries It. Waarin ze allemaal producten en alles test. Oké, nou dat is wat leuke informatie over haar. Ook weer een groot paletje en hier achterop staan de kleurnamen. Het zijn matte en glanzende kleuren. Het ziet er allemaal echt heel mooi uit. Ik denk dat je echt heel veel gebruik kunt halen uit het paletje. Nou, laten we hiermee een look gaan maken. We gaan inzoomen op de ogen. Ik wil denk ik vandaag gaan voor een draagbare en een beetje een lichte look. Ik maak altijd best wel donkere bruine looks. Dus ik wil vandaag gaan voor iets meer lichtere kleurtjes. Ik ga beginnen met de lichte bruine kleur hier. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. En die breng ik aan in mijn hele arcaarboog. Dan ga ik in met deze beetje grijsbruine matte kleur. En die breng ik met die kwast ook weer aan in mijn arcaarboog. En ik blijf een beetje onder die andere kleur. Dit is een beetje een contourkleur ofzo. Dit is een hele aparte kleur. Zo'n kleur zie je niet heel vaak in oogschaduwpaletjes. Het ziet er naar uit als je geen hoop. Ik praat niet met jou.
Oké, dan ga ik allebei die bruine matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze lichte gelige matte kleur. Die pak ik met een hele grote fluffy kwast. En dan ga ik zo over de randen om ze een beetje extra goed uit te blenden. En extra goed smoky te maken, zeg maar. Dan ga ik in met deze lichte glanzende kleur. En die breng ik aan over mijn hele ooglid. Dan pak ik weer die bruine kleur hier. En dan blend ik die weer hier extra in met die glanzende kleur. Deze glanzende kleur voelt echt boterachtig aan gewoon. Heel erg fijn. Hij is ook heel mooi. Hij glanst echt heel mooi. En hij blendt echt super makkelijk in. Ik breng het nu aan met mijn vinger. En ik blend het ook een beetje met mijn vinger. En het blendt gewoon echt helemaal top en helemaal zo mooi smoky uit. I love it. Ik ga nu weer terug in dit highlighter paletje. En dan pak ik deze hele lichte kleur. Hij lijkt wit, maar hij is een beetje witgoud. En dan breng ik die kleur aan hier zo in de binnenste ooghoek. Voor een extra pop. Dit is ook echt prachtig. En met wat er nog een beetje op mijn kwast zit, breng ik het ook een heel klein beetje aan onder de wenkbrauwen. Dan pak ik deze hele donkere bruine matte kleur. En die kleur ga ik zo aanbrengen op de wimperrand. Zo, nou heb ik die hele rand gezet. En dan ga ik het een beetje uitsmatten. Nou, dit ging echt toppie. Kijk wat een mooie natural look dit is. Heel erg mooi. Ik ben echt heel blij met hoe het is gegaan. Echt wel gewoon een fijn paletje. Oh, er is hier zo'n klein irritant vliegje. Oh, I cannot gewoon. Oké, de ooglook is helemaal af. Ik vind het echt super, super mooi. Deze wimpers zijn echt heel erg mooi van Maria Malky Cosmetics. Dit zijn de Leana wimpers. Ze zien er echt prachtig uit. Dit is de eerste keer dat ik ze op heb gedaan. En ik vind ze echt heel mooi. Oké, ik ga ook even een lipkleurtje aanbrengen uit dit paletje. Ik denk dat ik een beetje voor een iets donkerder kleurtje ga of zo. Even wat erop zit eraf halen. Ik weet niet waarom, maar ik ben gewoon echt heel erg benieuwd naar de donkerste kleur uit het paletje. Deze kleur. Ik weet niet of ik hem opgehouden, maar ik wil hem wel gewoon eventjes aanbrengen en zien wat er gebeurt. Ik ben gewoon benieuwd hoe gepigmenteerd die gaat zijn. Oh, volgens mij is die echt heel gepigmenteerd. Oké. Wauw, dit is echt een hele mooie kleur. Hij is wel wat minder donker dan in het paletje. Zien het verschil? Het is niet super gepigmenteerd, maar wel meer gepigmenteerd dan dat ik had verwacht. Er staat ook op het paletje dat de kleuren opbouwbaar zijn. Dus als je meer aanbrengt, dan wordt de kleur wat feller. Ik breng het nu gewoon snel aan met mijn vinger. Maar je kunt het ook aanbrengen met een lipstick kwastje. Dus dat ga ik nu doen. En dan pak ik gewoon weer iets meer van die kwast. Van die kleur bedoel ik. Iets meer van die kwast, wat de F. En dan breng ik het met een kwast aan. Kijk, nou heb ik een aantal laagjes aangebracht en nou is het al wel een stuk donkerder. Nog steeds niet zo donker als in het paletje, maar wel een stuk donkerder. Het droogt mat op. Het is geen creamy finish of zo. Het droogt echt best wel mat op, maar wel gewoon mooi mat. Niet uitdrogend of zo. Dit ziet er echt heel mooi uit. I like it. Maar ik wil mijn gezicht vandaag iets meer naturel houden, dus ik ga deze lipstick niet ophouden. Ik was gewoon benieuwd hoe het eruit zou zien. Dus ik ga het weer even afhalen. En dan ga ik denk ik voor de iets meer bruin tinten. Ik ben echt zo aan het twijfelen, want er zijn hier echt een aantal prachtige bruine kleurtjes, zoals deze hele warme bruine kleur of deze bruine kleur. Ik denk dat ik voor de kleur hier ga, deze kleur hier. Ja, het ziet er heel mooi nude uit. Ik breng het weer eerst aan met mijn vinger. Ik vind hem denk ik iets te licht. Ik ga denk ik gewoon voor de donkere bruine kleur hier. Ja, die is wel donkerder. Dit is echt super mooi naturel. Kijk even dit. I love it. Het kost wel een aantal laagjes om het wat donkerder te krijgen, maar als je er uiteindelijk bent, ben je er wel. Maar dit ziet er echt prachtig uit met de look. Ik vind het echt super mooi. Ik ben echt heel blij met hoe deze make-up look is geworden. Nou jongens, dit was dan de hele make-up look. Wat vinden we ervan? Een hele mooie, draagbare, soft, glam make-up look. Ik vind het echt super, super mooi. Alles is vandaag echt goed gegaan. Ik vind echt alle vier de paletjes super, super fijn. I love them all. Dit paletje is echt geweldig voor cream blush en voor de lippen. Ik vind het echt heel erg mooi. Vooral op de wang. Heeft het me echt verrast. Ik had niet verwacht dat ik het zo mooi ging vinden. Dit contour paletje is ook heel erg mooi. Ook fijn voor visagisten. Dan heb je gelijk een heleboel kleuren in één paletje. Dit highlighter paletje is ook top. Is echt super heftig zoals je kunt zien. Ik vind het echt fantastisch. Ik denk dat van alle vier de paletjes ik dit paletje het meeste aanraad. Want je kunt er ook echt veel mee. Je kunt alle kleuren wel voor iets gebruiken. Echt zo ontzettend mooi. En dit oogschaduw paletje. Ik moet wel zeggen van de vier paletjes
ben ik wel het minst enthousiast over het oogschaduwpaletje. Hij was echt absoluut niet slecht of zo, maar ook niet heel goed. Het is gewoon een mediocre paletje. Gewoon normaal. Voor de prijs is het ook wel oké, maar ik vind hem niet echt geweldig of zo. Maar hij doet wel gewoon wat het moet doen. Je kunt hier echt wel een prachtige look mee maken. Dus ook deze raad ik alsnog gewoon wel aan. Dus al deze vier paletjes, echt Pixi. I love it gewoon. Echt fantastisch. Laat me weten beneden in de reacties wat jij van de collectie vindt. En laat me ook weten wat je van de make-up look vindt. Lekker een iets meer lichtere look. Die maak ik niet heel vaak. Dus ik dacht voor de verandering een keer een meer wat lichtere look. Ik vind het echt heel erg mooi. Ik hou zo van die lichte glans hier. Dat valt echt zo op zonder too much te zijn. De lippen vind ik ook echt heel erg mooi. Echt gewoon. Ik ben gewoon al met al heel blij met hoe de video vandaag is gegaan. En zoals altijd hoop ik weer dat jullie je hebben vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet dan niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!